Zo, begin ik weer slecht. Oh. Hallo. Ze zit gewoon uit te lachen. Ik probeer de intro op te nemen. Nee, geitje. Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe vlog. Nou, deze vlog gaan we de luidsprekers die daar op de achtergrond staan, die gaan we naar beneden halen. Dat is dus al gebeurd. We gaan ze verloten aan een van jullie kijkers. Wat moet je daarvoor doen? Nou, dat zul je tegen het einde van de video, hij is niet zo heel lang, tegen het einde van de video weet je precies wat je moet doen om ze te kunnen winnen. Dus kijk maar mee naar vlog 61. Zo, volgens mij heb ik de poesjes al gemist. Ja. Maar ik heb het ook gemist hoor. Nou, daar ben ik klaar voor werk. We hebben natuurlijk de EOS niet veel gebruikt. En we hebben katten opgelopen. Ik weet niet of je het kan zien op camera. Maar dat vind ik dus niet oké. Okay. Op het dak. Dat is gewoon niet tof. Op de achterklep hebben ze ook gezeten. Eens even kijken wat we daarmee kunnen doen. Nou, het is zondag. Dit is eigenlijk de tweede middagdienst, maar ik was gisteren ook nog vrij. Het is 7 graden, het lijkt heel mooi weer, maar het is wel echt koude wind. Maar ja goed, op werk zit ik toch binnen, dus dat is ook geen punt. Ja, van het weer krijg ik altijd wel een beetje zin om de boel eens lekker op te frissen. Dus opruimen. Opgeruimd huis, opgeruimd hoofd, weet je wel, dat idee. En dan sta je eigenlijk zo van, ja, ga ik nog beginnen? Nee, ik ga niet beginnen, want ik moet gaan werken zo meteen. Ik ben vanmorgen natuurlijk even naar mijn ouders geweest. Die waren 58 jaar getrouwd, gisteren. Ik heb nogal wat dingetjes die ik graag wil doen. Maar ja, ik heb al 24 uur in een dag. Dus ik moet even goed inplannen. Bij de buren zijn ze isolatie aan het plaatsen. Zware boksen naar beneden brengen. Oké, dit is de eerste. Ik denk wel dat ik nu even hier moet rusten. Leg een dikke laag stof op. Dan ga ik eraf halen. Ik ga die wisselen voor zozelf als die. Die had ik nog op zolder liggen. En dan, of een winactie of een weggeefactie. Maar het zijn serieuze jongens. Dus je moet echt wel met een grote auto komen. Dus wil je deze winnen? Ik ga ze ook nog even aansluiten straks om te testen dat ze werken en even schoonmaken. Maar daarover later meer. Dus ik ga ze even wegen. Hier staat de weegschaal. 42,8. 42,8. Ja, dat is wel spul als ze erin aan het pompen zijn bij de buren. Ze zijn de burenmuren aan het isoleren. Ik ga die andere nog even pakken. Nou, daar komt nummer 2. 42,8 kilo. Als ik val, moet je wegspringen. Dan laat ik die box gaan en dan probeer ik mezelf nog te redden. Dat zijn serieuze knoepers. Ik gebruik ze denk ik al een jaar of twee niet meer. Ja, want we hebben nu caps. Hè? Ja, we hebben natuurlijk inderdaad die cap-speakers in de woonkamer. Maar deze stonden de eerste. Die hebben van mijn verjaardagsgeld ooit wit laten rappen in carbon wit. Maar ja, er zit inmiddels een laagje stof op. Omdat we er niks mee doen. En je kan een hele goede speakers hebben. Deze heb ik ooit vervangen. Er zit ook een dikke laag stof op. Zo dan. Heb ik ooit vervangen, want die zou meer vermogen kunnen leveren. Alleen er zit er hier net een kiertje tussen, want ze zijn een fractie kleiner. Die rubberrand is dikker en ze hebben echt meer vermogen nodig. En dit is iets van Kevlar of zo, in ieder geval hard spul. Maar ik merkte eigenlijk dat die bovenste, deze, dat die eigenlijk veel lager hingen en voller klonken. Dus daar heb ik even op zolder gekeken, want ik had ze niet weggegooid. Dus die en die voor van onder, voor deze,
Die had ik dus nog gewoon liggen. Die ga ik ook even terugmonteren. Dan zie je, deze heb ik al eens vernieuwd. En deze, deze en deze. Ja, die zijn door de kinderen ooit eens ingedrukt. Dat doen kinderen nou helemaal. Nu weten ze dat ze eraf moeten blijven. Maar toen nog niet zo. Dus ja, om het goed te doen zouden die vervangen moeten worden. Je kunt ze wel gebruiken zo, maar ja, het ziet er niet zo heel mooi uit. Er staat ook gewoon een type nummer op, dus van Visaton. Visaton. Ze zijn ook vies, zei Ton. Nee, lullig grapje. Maar ja, ze zijn zelfs B-wired aan te sluiten. Zoals je ziet. Even kijken daar zo. B-wired. Ze zijn nu gewoon gebrugd. Dus gewoon met twee snoertjes erin en spelen maar. Maar ze zijn serieus. Ik zal ze straks even laten horen. En dan gaan we even kijken hoe we ze weg gaan geven of gaan verloten. Wordt vervolgd. Nou, dat was even spannend. Ik was boven bezig en in één keer melding op de telefoon en in huis. Dat er is rook in de woonkamer en het brandalarm kan afgaan. Wat zijn ze nou aan het doen? Ze zijn bij de buren zijn ze, de spouwmuur aan het isoleren. En dat stof wat daar in de jaren tussen gekomen is, dat moet ergens naartoe. Dus het komt er overal uit kieren en gaten uit. Dus heel onze woonkamer en dingen stonden onder de stof. Dus ik heb even alles opengezet, hier zo en boven en beneden. Dus ik kan het een beetje uit, maar ik rook ook al geen rook. En nou goed, even luchten en dan zal het wel weer weg zijn. Ik weet niet of je het op camera ziet, maar je ziet stof gewoon naar buiten waaien. In ieder geval, ik heb alles klaarstaan om die box even te wisselen. Dus gaan we eerst eventjes doen. Kijk maar mee. Nou, gaan we die andere nog even doen. Een beetje soldeerpin erop. Zo. Zo. Goed, die zit lekker vast. Dan ook deze erin schroeven. Gaan we eens aansluiten, gaan we eens kijken hoe die klinkt. Nou, zoals je ziet zijn ze dus iets groter dan de cap speakers. Dat is het voordeel van die banaanstekker, die klik je er zo in. Nou, zoals je ziet, ze zijn ietsje groter dan de cap speakers. Ik heb mijn lens nu wel op groothoek staan. Ze zijn natuurlijk recht toe, recht aan, haaks. Ze vertekenen nu een beetje op camera. Maar ze zijn gewoon recht. No copyright sounds. Wil je deze nou winnen? If only you don't hurt me, yeah. Dus wil je ze winnen? Abonneer,
Laat een reactie achter in de comments. Vergeet niet, ze wegen 48,2 kilo per stuk. Ik help ze wel in je auto tillen of achter op je bagage dragen als je dat wil. Maar je zou ze dus wel zelf even moeten komen halen. Ze zijn vrij groot. Ik denk dat ze, ja, wat zal het zijn? 1,50 meter hoog, gok ik. Maar vooral zijn ze zwaar. Oh ja, en ik vergeet nog te zeggen, het witte carbon wrap kan eraf. En dan heb je een beukenfineertje in twee kleuren. Dan loop je de schuine lijn zo. En dan heb je volgens mij kersen en lichtbeuken of donkerbeuken en lichtbeuken. In ieder geval, er zit nog een laagje onder. Ja, in de kleur beuken. Succes allemaal! Nou, ik zit in de EOS. Ik ben onderweg om de veldjes op te halen. Daar heb ik twee bandjes op laten draaien om te passen. Of ze daar niet in de spot worden raken. En we gaan eventjes in het ziekenhuis bij mijn broer langs. En dan zal het wel weer ver avond zijn. Maar dan heb ik een tijdje weer even niet in die EOS gereden. Man, waar rijdt dat ding toch lekker. Dat ding rijdt zo ontzettend lekker. Eigenlijk moet ik daar gewoon eens even werk van maken dat ik die gewoon als daily ga gebruiken. Want ja, heerlijk rijdt dat gewoon. Heel soepel, heel vlot. Heel degelijk. Strak. Ik moet gewoon eventjes even lief in. Even de kachelmotortje dat weekend even fixen. Die heb ik al, die zit al aangesloten, elektrisch. En dan is de storing weg. Alleen er moet nog eventjes mechanisch ingebouwd worden, zodat hij de klep dient van de kachel. En dan de wieltjes er weer onder. Nou, hem zo in ieder geval nog even wassen. De katten hebben erop gezeten. En hij ziet er niet uit. Even een beetje oplappen, even een beetje liefde. Ik doe ze even aan deze kant, want ik wil weten of die van achter ook met de juiste bandenmaat wel past. En daarna zal ik ze op de achterwielen leggen. Dus kijk maar even mee, maak even een timelapse. Oké, nou jongens, bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Bij de aanmeldingen zal maar één van jullie kunnen winnen. Dus wat moet je nu gedaan hebben? Abonneer op mijn YouTube kanaal. Laat een berichtje in de reacties achter dat jij ze wil winnen. En dan gooi ik alle namen die mee willen doen, gooi ik in een Google machine. En ja, dan komt er één naam uit. Die heeft gewonnen en die mag ze dan komen halen. Dus succes allemaal. Voor de rest, wil je ze niet winnen, vergeet dan alsnog niet te abonneren. En dan zie ik jullie volgende week donderdag om 5 uur weer. Later!